Vorige week vrijdag ging het seizoen van Almere City uit als een nachtkaars. Na een zeer stroef verlopen seizoen had de ploeg van Alex Pastoor gehoopt om via een goede vierde periode alsnog de play-offs te bereiken. En als Almere tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie gewoon thuis had gewonnen van Jong AZ, dan was dat ook gebeurd. Maar de ploeg gaf niet thuis en verloor in het eigen Janmarstadion met 0-3 van de Alkmaarse talenten. En dat kwam ook bij de clubleiding hard aan. Het is op dat moment is het ook echt een tik. Alleen, weet je, uiteindelijk hebben we dit seizoen wel meerdere tikjes opgelopen. En laat ik het zo zeggen, dat het voordeel daarvan is dat je daar steeds beter mee omgaat. En we waren al volle bak bezig met volgend seizoen. Nou, dat is niet veranderd. En ik had iedereen, alle betrokkenen, heel graag een verlenging van het seizoen gegund. En een mooie play-off gegund. Maar dat is er helaas niet van gekomen en daar moeten we het mee doen. Almere City werd uiteindelijk 14e op de ranglijst van de reguliere competitie en mist voor het eerst sinds 2015 de play-offs. Toch weigert de algemeen directeur best te spreken van een rampseizoen. Nee, ja, ik hang van de definitie van rampseizoen af. Dat is dan een sportief, slecht seizoen, een sportief matig seizoen. Wat we alsnog goed hadden kunnen maken. Dan naar de oorzaken. Volgens de algemeen directeur viel het kwartje dit seizoen vaak de verkeerde kant op. Daar waar het vorige seizoen steeds juist allemaal wel lukte. En ik haal het seizoen terug. Dan zie je dat we in de eerste paar wedstrijden. Natuurlijk wedstrijden hebben gespeeld die we verloren. Die hadden we eigenlijk moeten winnen. Ja, ook puur op basis van de kansenverhouding en verhouding in het veld. Kan ik me herinneren dat we toen een aantal keren onszelf echt niet hebben beloond. En dat bleek achteraf een beetje de prelude voor het hele seizoen te zijn. We hebben natuurlijk zoveel wedstrijden gespeeld, los van of je goed of slecht speelt, die je daar net aan verloor, die we het seizoen daarvoor allemaal wel net wonnen. En dat is ons eigenlijk het hele seizoen een beetje blijven achtervolgen, met uitzondering dan van die vierde periode, toen we daadwerkelijk wel gewoon deden wat we verdienen. Dan was er ook een duidelijk gebrek aan scorend vermogen dit seizoen. Spits Thomas Verheid, die vorig seizoen clubtopscorer werd bij Almere City, verkaste naar ADO Den Haag, waar hij er dit seizoen gewoon weer 30 maakte. Zijn vervangers in Almere waren een stuk minder efficiënt voor de goal. De feiten laten zien dat Thomas het hier vorig seizoen heel goed heeft gedaan. En dat we dit jaar meer moeite hadden met scoren. Ja, dus dat is achteraf misschien onderschat. Dat jullie dachten van, nou, Pauwels en Arweiler kunnen dat ook wel. Laat ik vooropstellen dat het natuurlijk niet onze keuze was dat Thomas vertrok. Dat even in de eerste plaats. En daarna is er een nieuw team samengesteld. En dat gebeurt uiteraard altijd met de allerbeste intenties en op voorhand goed onderbouwde plannen. En heel vaak betaalt zich dat uit. En soms ook niet. En dan moet je volgens daar weer op anticiperen. En dus zal de nieuwe technisch directeur Johan Hansma op zoek moeten naar een echte nummer 9. En dan was er natuurlijk ook nog het ontslag van trainer Gert-Jan Verbeek in november. De ervaren trainer en de club bleken een complete mismatch. Nou ja, het is natuurlijk heel jammer dat niet is gelukt. Hè. Dus dat is eigenlijk teleurstellend voor alle partijen. Kijk, op dat moment was die keuze goed onderbouwd. Hè. We gingen niet over één nacht ijs. Er waren heel veel gesprekken geweest met Gert-Jan. En uiteindelijk paste hij ook perfect in de profielschets die we met toch een flink aantal mensen hadden vastgesteld. Maar in de praktijk? In de praktijk heeft dat niet gewerkt zoals we natuurlijk aan de voorkant hadden gehad. Los van alle sportieve malaise was er voor Best maar één absoluut dieptepunt dit seizoen. Het overlijden van oudspeler Jerzy Hoefdraad, die bij een schietpartij op een feest in Amsterdam tragisch om het leven kwam. Het absolute dieptepunt was het overlijden natuurlijk van een clubicoon. Hoefdraad. Ja, afgelopen zomer, dat denk ik toch tot dit seizoen. Tragische wijze omgekomen. Ja. Dus dan is voetbal niet meer belangrijk en dan is een 14e plaats wel helemaal niet meer belangrijk. Dus dat is alweer bijna een jaar geleden. Maar dat heeft natuurlijk wel een hele fikse invloed gehad op de voorbereiding van dit seizoen. Om toch positief af te sluiten, John Best roemt de supporters van Almere City die ondanks alle sportieve tegenslagen bleven komen en vooral positief bleven. Als ik bedenk hoe zwaar we het hadden in de eerste seizoenshelft en hoe het publiek zich toch achter het team heeft opgesteld in die periode, dat er alle reden was om een beklag te doen. En je kijkt ook weer naar die laatste wedstrijd, hè, waarin we met 0-3 achter stonden op een avond dat we allemaal heel anders hadden verwacht, zeg maar. En je ziet gewoon op welke positieve manier het publiek daarachter blijft staan en ook in welke getalen ze op de tribune blijven zitten.
Dan ben ik daar mega trots op. Dan denk ik alleen maar, ik heb het tegen de spelers nog gezegd, hè, want die zijn net afscheid genomen van elkaar. Moet je toch eens nagaan, hè, als dat ook dan dat sportief nog mee gaat zitten. En we gaan gewoon, hè, of gewoon, hè, we zouden weer bovenin mee gaan draaien. Hoe dat dan gaat zijn. Dus dat is een heel mooi doorkijkje naar volgend seizoen. Waarin hopelijk dat wel weer samen gaat vallen. Almere City zal na dit verloren seizoen zeker geen pas op de plaats maken. En zal onverminderd ambitieus blijven. En ook volgend seizoen voor promotie gaan. Dus dat gaan we volgend jaar weer proberen. En vanaf de eerste speeldag probeer je dat door eerste of tweede te worden. En als in de loop van de competitie blijkt dat dat niet gaat werken, dan moet je die play-offs halen. Het zijn via de rangschikking of het zijn via de periodetitel. Om in ieder geval daar nog een kans te maken. Dus ja, zo zitten we erin.